De veiligheid op de Tout-Liveau-kanaalweg is niet gegarandeerd. De weg ter hoogte van de staatsolieraffinaderij verkeert in een slechte staat. Veel gepraat en geklaagd bij de desbetreffende instanties heeft geen oplossing gebracht, zegt de woordvoerder van de PD Bushouders, tevens resortsraadslid van Houtuin, Saimbang Nyaman. Auto's en bussen worden kapot gereden, terwijl de boosdoeners met hun zware trucks en machines vrij uitgaan, zegt Nyaman. Hij zegt bij alle desbetreffende instanties te hebben aangeklopt, echter zonder resultaat. Vooral aan de linkerkant van het telefoonkanaal zie je het helemaal duidelijk dat die grote machine van die bepaalde bedrijven die hier in de buurt met een hevige lading, met een zware lading, met een zwaar gewicht. De politie van Livorno zelf weet het precies en staat hier geschreven. Een 6 ton is het gewicht. Maar ja, maar hoe? Ik kan niks anders doen. Meneer, de DC hebben op de hoogte gesteld. Via RR heb ik kunnen rapporteren. Via meetingen, via vergaderingen heb ik het aangehaald via mijn voorzitter als RR-lid van de resort Houtuin. Maar ze zeggen er is geen geld, er is geen S-geld. Geef me ons de excuus. Voor mij kan, voor de gemeenschap zelf, voor de transport zelf, voor die bushouder is zeer moeilijk in staat om mensen te vervoeren in deze weg. Saimbang Nyaman is van mening dat de straat geasfalteerd moet worden om de veiligheid op deze weg te kunnen garanderen. Voor mij kan heb ik mijn deel van mijn werk al gedaan. En de andere kant horen die mensen wel, vooral OW. Ze hebben werk. De OW heb ik gezien is al op de hoogte. Want ik zie hier slechte wegdek. Wat hebben ze gedaan dan? Ze zijn hier gekomen, ze plaatsen een bord. Maar tot nu toe hebben ze niks gedaan. Dat vind ik vreselijk. De Tout-Liveau-Kanaalweg is een belangrijke verbindingsweg tussen Dijkveld en de Indira Gandhiweg.